Je zou eigenlijk graag willen dat je bij kon dragen dat ze zo min mogelijk lijden, zal ik maar zeggen. En, en daarom is het goed verzorgen, uh, care aan de dag leggen. Ik, ik, ik zeg het dik aan, is bijna egocentrisch, want het is voor jezelf zo uiterst plezierig. Dus. U vond het plezierig om uw moeder te verzorgen? Ja, nou en of. Maar een maar... proces van iemand die langzaam maar zeker zichzelf verliest, is dat niet iets wat pijnlijk is? Ja, dat is, uh, dat is pijnlijk. Maar ik... ik uh, laat ik zeggen, uh, ik ben dol op tulpen. Op mijn verjaardag weer een heleboel gekregen. Die zijn knisterend en ronkend naast elkaar staan. Zo is zo'n bos tulpen op het moment dat ze, dat ze... Ze moeten echt helemaal uit elkaar vallen, wil ik ze niet meer mooi vinden. Dus... Je houdt ook het plezier ervan op het moment dat ze, dat dat ze verwelken. verwelken. Dus je, je, je denkt dus eigenlijk ook terug hoe de dingen waren. Maar niet. Maar zo was het. En dat ben ik kwijt. Iedereen gaat dood en ooit wel ergens aan. Hè?